Wat leuk dat jullie weer kijken. We zijn op de Bossche Markt. Nieuwe aflevering van de Klapstoel. Waar staat de Klapstoel voor? Ja, lekker kleppen tegen elkaar over allerlei, klappen over allerlei zaken die in de bos spelen. Maar eigenlijk ook wel in het land. Hè? Ja. Dus ook een stukje politiek komt er altijd bij kijken. En meningen. Ja. En kleppen, klappen. Hè? Klapstoel. Maar het zijn weer andere stoelen dan we bij Van der Valk hadden, Nol. Ja, die waren lekker, hè? Zat ik een beetje zo. Je bent van ons gewend dat we voor het programma begint, wij eerst de antwoorden van de poll van vorige week gaan doen. Het zijn er 3 geweest en we gaan ze 1 voor 1 met jullie doornemen. Maar laten we beginnen met de eerste stelling van vorige week. Mooi, ik kon er bijna niet op wachten. Nieuwe klapstoel. En we hebben heel veel reacties gehad. Waarom kon je bijna niet wachten dan? Ja, gewoon, was in Turkije en we konden de dingen konden we niet oplezen van alle reacties die we gehad hebben. We zijn inmiddels dan toch weer een week verder met alle reacties. Ja, zeker. Maar hebben we veel reacties gehad op de 3 stellingen vorige keer? We hebben veel reacties gehad. Wat leuk is dat, stel voor dat de mensen niet allemaal reageren. We horen in de wandelgangen wel dat als we 3 stellingen opgooien, er nog wel nagepraat wordt. Hè, rondom de etenstafel thuis, collega's die met elkaar praten de volgende dag. Verenigingen wou ik zeggen, die met elkaar in gesprek gaan. En je hebt altijd voor's en tegens. En dat zien we dan ook steeds in de uitslagen de stellingen. Die we nu ook. Vind je het goed dat ik ze doornem? Omdat ik heb gewoon geen tijd gehad om het even op papier uit te printen. Nee, helemaal goed. Dus ik doe het even zo. Ja. Een van de stellingen was. Ben je nog eigenlijk wel een beetje gelukkig in deze tijd? Of ben je niet gelukkig? En als je gelukkig bent, waar word je dan gelukkig van? Daar heeft op geantwoord 75% die zegt, ja, ik kan nog steeds wel gelukkig worden van dingen. En 25%, nee, wat er ook gebeurt, ik ben kei ongelukkig. Ja, dat is best veel. Dat is veel. Ja. 25% had ik ook niet gedacht. Redelijk ongelukkig is. Ja, in de opmerkingen, ik heb er een paar uitgespecificeerd. Er zijn eigenlijk positieve dingen. De mensen praten niet over de feiten waar ze ongelukkig van worden. Dat vond ik wel iets apart. Cor Sabel, helemaal vanuit Oostenrijk, Bieberwier, zegt: geniet van al het mooie om je heen. Er kan nog zoveel ellende zijn, maar liefde overwint alles. En Mitchell de Vaan zegt: ik kan genieten van muziek en van mijn gezin. Wat een hele leuke is, een hele korte, 1 woordje. Willeke Boons, waar word jij gelukkig van? Van mezelf. Dat kan ook. En Diana Heerkens zegt: ik ben gelukkig met mijn gezin, familie, goede vrienden en leuk werk. Allemaal kleine dingen. Ik denk dat leuk werk ook wel, het is de grootste tijd in je leven. Na slapen, hè? Na slapen. 1/3 werken, 1/3. Sociaal, thuis, privé. Dat zijn mooie getallen. We gaan door naar de volgende stelling die we de vorige keer hebben gedaan. Cameratoezicht, is het nou nodig of is het niet nodig? Voel je je bekeken of vind je dat het juist een stukje veiliger wordt op straat als je met cameratoezicht gewoon in de stad hebt? 85% zegt ja, ik vind dat cameratoezicht gewoon moet gebeuren. Ik voel me niet in mijn privacy aangetast. En 15% zegt nee, laat me met rust. Daar zeggen een paar mensen. Mariette Kluitman zegt: hopelijk gebeurt er dan ook minder tassendiefstal bijvoorbeeld, als men weet dat er gefilmd wordt. Ja, dus echt veiligheid. Veiligheid, ja. En Lisbeth van Os bijvoorbeeld, ik noem maar even 2. Ja, helaas is het nodig dat cameratoezicht nodig is. En dat geldt niet alleen op de vaste palen, maar ook de politie die met een bodycam lopen om aan te kunnen tonen. Of als je stad inrijdt, die camera's die die auto Het wordt mooi in de gaten gehouden. Ja. Heerlijk is dat. Ik vind het ook, wat vind jij? Ja, wat ik vorige keer al zei is, ik zelf hou niet van cameratoezicht. Maar ik vind het gewoon niet fijn als ik continu geregistreerd word. Waren het niet dat mijn iPhone ook alles registreert waar ik ben. Dus ja, maakt het dan zo langzamerhand wel nog wat uit? Ja, nou, ja, je moet in ieder geval... weet je, het zijn beelden die zeker in deze privacywet achter gesloten deuren blijven. Ja. Dus mocht je gewoon ergens op straat lopen en op het terrasje zitten terwijl je in de ziektewet zit, die beelden komen nooit tevoorschijn. Ja. Dat is dan ook wel weer een voorbeeld. Hè? Het gaat er meer om. Het gaat meer als er echt iets aan de hand is geweest. Dat je traceerbaar bent. Ja, de laatste, en dat was toch wel eentje die al heel lang speelt. Het is eigenlijk een soort van tweede Bartenbrugge geworden. Maar deze is nog kapitaalkrachtiger. Het theater aan de parade. Ja, Onze vraag was: moet het nieuwe theater aan de parade met een kostenpost van 75 miljoen euro wel doorgezet worden? Is het nou een speeltje van de elite? Of heeft onze stad echt een groot theater nodig? Nou, 71% zegt, joh, doe alsjeblieft normaal. Zoveel geld
is compleet van de pot gerukt. Het is echt idioot. Dus 30%? Ja, 29% zegt ja, het is goed voor de stad. Ja. Dus maar 2/3 van de ondervraagden die zeggen ja joh, flikker op met het theater. 75 miljoen, wat we al gezegd hebben, dat gaat misschien wel boven de 100 miljoen uitkomen. Ja. Ja. En ik heb wel eens in de raad gevraagd en ook in commissies toen ik nog in de raad zat, heb ik wel eens gevraagd, is er één wethouder die zegt, als het meer dan 75 miljoen kost, dan betaal ik de rest bij. Dan mag je mij privé aansprakelijk stellen. Ja. En ik zeg, en dan laten we het verschil maar houden op 5%. Ja. Geen één pikte dat grapje. Ja. Ze zijn er niet op ingegaan, dus je kunt je voorstellen dat jullie geld straks thuis uitgegeven gaat worden aan heel veel geld. Terwijl opknappen in mijn beleving nog steeds de beste optie is. Ja, er zijn een aantal antwoorden best wel. En die zeggen ja, nee, natuurlijk niet. Ik vind het overdreven, bla bla bla. Maar iedereen hierop antwoordt dat het gewoon echt te gek is om los te lopen. Om erover na te denken. Om op dat mooie plekje een hypermodern theater neer te zetten. Dus de gemeente maakt hier eigenlijk wel. En dat weten ze ook wel, maar dat moet er doorheen geperst worden. Een gigantische grote. Maar zou je dan cultuur uit de stad willen hebben? Want nee, maar cultuur past toch bij elke stad? Ja. Maar er moet wel een evenwicht komen in cultuur. Ja, dit evenwicht is zoek. Evenwicht is compleet zoek. Ja. En zeker als je nu al 75 miljoen wil uitgeven en dat gaat straks gewoon dik richting de 100 miljoen. Ja. Hey, vandaag ook weer drie stellingen die we gaan doen. Zal ik maar eens beginnen met de eerste stelling? Ja, doe eens nog. En dat heeft ook wel een stukje met een ergernis te maken van mijzelf. En dat is? Dat is, we zitten nu hier midden op een prachtig pittoresk plein. Dit is de huiskamer van onze mooie stad 's-Hertogenbosch. Ja. Omringd door mooie gebouwen. Omringd door nostalgie. Maar ook, gewoon weet je, iedereen kan zich hier thuis voelen. Maar wat zich ook hier heel erg thuis voelt, ook tijdens deze opname, is alsof ik hier op het voormalige Heetmanplein zit. Ik zie alleen maar vrachtverkeer en we zitten hier nu rond 11 uur in de ochtend. Het moet eens een keer afgelopen zijn met het bevoorraden van vrachtverkeer. En of het nu op deze dag is of op een drukke markt met zaterdag. De vrachtwagens blijven maar af en aanrijden, hoe druk het ook in de stad is. Doe het zoals Eindhoven. Hoe doen die het? Die zeggen van oké, om 10 uur gaat de stad hermetisch dicht en er komt geen bestelvervoer meer binnen. Geen bestelwagentjes, geen vrachtwagens meer. Dan is de stad van de passant. Dan is de stad van de burger. En dat betekent dat je gewoon met je logistieke plan vroeger moet opstarten. Of misschien met elektrische karretjes vanuit een verdeelpunt moet gaan werken. Maar het ziet er toch gewoon niet uit. Al die vrachtwagens die hier gewoon staan. En dat doet Utrecht dat? Weet ik niet. Ik weet niet hoe Utrecht het doet. Weet jij dat? Ja, ik dacht dat Utrecht was ook na 11 uur kan je er volgens mij niet meer inkomen. Nee. Nee. En tot hoe lang kan je hier bevoorraden? Gewoon de hele dag. Hier, het gaat niet dicht. Je kunt hier gewoon de hele dag. En als je op het terras zit, en of het nou aan de kant van bijvoorbeeld de Kleine Wereld is of Café de Druif. En dan zetten ze gewoon de vrachtwagen neer, ze laten die motor lekker ronken. En de uitlaatgassen komen zo op het terras terecht. Kinderen die van links naar rechts gaan spelend. Je verwacht gewoon in principe toch als gezin niet, als je, ik noem maar even, in de Kerkstraat loopt, dat er aan de achterkant een vrachtwagen langskomt. Dat moet gewoon afgelopen zijn. Tot 10 uur kun je laden en lossen. En is dat niet gelukt, dan heb je gewoon pech. En is dat wat voor de politiek, denk je? Ik denk dat het juist iets voor de politiek is. Ik denk dat het juist iets voor de politiek is die daar iets moet van gaan doen. Ik bedoel, ze hebben het allemaal. Kijk wat Amsterdam nou doet met de burgemeester daar. En laat ik maar weer niet herhalen hoe ik ze noem. Die heks. Netjes blijven. Ja, ik blijf netjes. Die gooien gewoon over een paar jaar gewoon heel Amsterdam dicht voor alle auto's. Ook voor benzineauto's. Nou, wij in Den Bosch zijn allemaal zo groen-minded als we kijken naar het college dat er nu zit. Maar die stinkende vrachtwagens die blijven gewoon in de binnenstad komen. En het is niet zo dat rond de binnenstad een soort van hete luchtgordijn hangt die kwalijke stoffen en fijnstof en verontreiniging tegenhouden. Maar ik vind wel dat uiteindelijk al die stinkbakken gewoon ook onze prachtige mooie pandjes aantasten. Ja, dus het gaat dan om geluid wat je vervelend vindt en het gaat dan om veiligheid? Vooral de veiligheid, het aanzicht. Ja. We zijn natuurlijk van oorsprong als Brabantse hoofdstad
een druk volkje. Als we kijken naar de havens die we hier hebben, hè, de smalle haven, de brede haven. Ja. Met de aanvoer van goederen die via de waterwegen kwamen. Dat is natuurlijk in de loop der jaren veranderd. Maar ja, ik heb de camera vandaag al 10 keer uit moeten zetten. Omdat er gewoon weer een gigantische grote vrachtwagen achter ons doorreed. En het rijdt af en aan. En ja, weet je, de camera moet nu even draaien. Dus er gaat er eentje, komt er nu aan. Eentje gaat er weer weg. Daar rijdt er nog even één de hoek om. Er staat er hier één te lossen. Nee, het is gewoon. En kijk, en er lopen passanten, er lopen mensen. Dit is toch hoofdstad onwaardig. Ja, dat was heel duidelijk erin. Nou, de stelling wordt dan duidelijk. Hè? Van, willen we tijden gaan zetten op vrachtverkeer voor het laden en het ontladen van spullen in de binnenstad van Den Bosch? En zo ja, moet het dan tot 10 uur? Moet het tot 11 uur? Wat zou je dan willen doen? Mogen elektrische karretjes dan wel voor 10 uur? Maar dan krijg je al die discussies ook. Moeten de banen gemaakt worden waarbij de karretjes alleen mogen rijden? Hoe ga je het inrichten? Nou, dat mogen de mensen zelf. Want er zijn mensen, gewoon 1000 mensen, 1000 ideeën. Ja. Dus laten de mensen gewoon, jullie thuis, maar eens eventjes aan ons horen van, nou, heb je er geen last van? Het kan ook zijn dat de winkeliers in de binnenstad een reactie geven van, ja, maar hoe moet ik dan bevoorraad worden? Ja. Ja, dat zei ik al, er moet een ander logistiek plan komen. En alles went. Ik bedoel, op het moment als er aangevoerd moet worden, dan kun je dat ook altijd voor 10 uur doen. Ik bedoel, in andere steden gebeurt het ook, waarom dan bij ons in de stad niet? Dus de stelling is heel simpel. Zijn jullie voorstander om het vrachtverkeer na 10 uur en ook de bestelwagens na 10 uur compleet uit onze binnenstad te weren? Compleet uit de binnenstad te weren. Dan schrijf je A, ja om dat, nee om dat. En laat onder die stelling gewoon ook nog even een reactie zien. Hè? Laat ons precies horen, zodat wij thuis, zodat we aan jullie kunnen vertellen thuis, waarom die stand dan van die percentages is. Waarom zoveel procent ja en waarom zoveel procent nee. Ja, best wel interessant. En dan hoop ik een keer dat het probleem opgelost wordt in de komende jaren. Ik denk het wel hoor. Ja, dat de druk steeds hoger wordt en dat het goed is. Weet je, het hoeft voor mij allemaal niet dat te overdreven groen. Maar je moet ook echt naar een stukje veiligheidssetting kijken. En ik vind dan toch dat de gemeente als goed huismoeder of als huisvader moet zorgen voor deze mooie woonkamer waar we zitten. Het is de woonkamer van de stad. Ja. En ja, het gaat maar door. Aan de achterkant hier weer eentje. Ik hoorde daar weer eentje kaart aankomen. Het blijft gewoon gaan. En het is, ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest. En de reacties van jullie zullen ook duidelijkheid scheppen. Ja. En kijk. En zoveel mogelijk nuanceren of het dan wel goed is en hoe je het in wil richten. Ja. Of het allemaal elektrische karretjes moeten worden of dat er een later lostijd is. Wat het dan ook is. Of is de chaos wenselijk? Mij lijkt van niet, maar jullie mening is het belangrijkste. Stelling 2. Binnenstadbewoners en evenementen. Evenementen, ja, dat heeft Den Bosch echt heel veel, moet ik zeggen. Echt prachtig. Elk weekend is er wel wat te doen. Den Bosch leeft. Den Bosch leeft. Ja. Maar al die evenementen zitten allemaal wel. Een heleboel zitten wel in de stad zelf. Ja, of op de Petterlaarschans. Ja. Maar ook heel veel in de binnenstad. Ja, ja en wat ik begrijp is dat er veel binnenstadbewoners daar moeite mee hebben. Niet zozeer met het evenement zelf, maar vaak met het geluid wat daar vanaf komt. Je ziet dat de weerstand in de afgelopen jaren omhoog is gegaan. Van de binnenstadbewoners? Ja, van de binnenstadbewoners tegen de evenementen. Ja. En is daar een oplossing voor? Want ja, je woont in een stad, je hebt gewoon evenementen. Wat ga je dan doen? Ze er allemaal uitjagen? De evenementen? Ja. Of de mensen? Ja, lichtbewoners. Ja, ja. Ik zou zeggen verhuizen. Ja. Of de evenementen eruit halen? Nee. Dat vind ik. Dan denk ik dat we voor het eerst lekker tegenover elkaar staan. Nou, niet voor het eerst, maar. Hopelijk. Jij zegt eigenlijk, de discussie die je opent is. We hebben heel veel evenementen. Ja. Soms evenementen met geluid. Ja. We hebben ook een markt, is ook een evenement op de woensdag en de zaterdag. Ja. Maar vooral bij de evenementen waar geluid aan te pas komt, hoor je steeds meer binnenstadbewoners klagen vanwege de geluidsoverlast. Ja, die zich ook via de wijkraden organiseren en daar wat van zeggen. En bijvoorbeeld geluidsniveaus afspreken of tijden afspreken. Als de bewoners het niet willen, kunnen ze de evenementen de stad uitjagen. Ja. Dat is één kant, heel scherp. Of de andere kant, de bewoners hebben pech. De evenementen waren altijd onderdeel van Den Bosch. Ja. Dus de bewoners hebben pech. Ja. Dat is de andere kant. Ja, kan je iets vinden in het midden?
Nou, dat wordt er nu wel steeds vaker gedaan, hè, dat zoeken naar in het midden. En daarmee maakt de politiek de levendigheid van de binnenstad kapot. In mijn ogen. En misschien zeg ik het weer iets te overdreven. Of, en is het politiek? Is dit politiek? Ja, natuurlijk. Want de leefbaarheid van een stad, op welke plek in de stad of in een van de kerndorpen eromheen, die leefbaarheid, daar is de gemeente wel verantwoordelijk voor. Ja. Maar als je in de binnenstad gaat wonen en je wil hier op, rondom de markt wonen of op een andere prominente plek in onze binnenstad, dan weet je van tevoren dat hier evenementen zijn. En als ik dan weer een evenement pak, ik ga even een zwart-wit tegenover elkaar ja. zetten. Het Levenslied in Den Bosch ja. mag een krappe iets meer dan 70, tussen de 70 en de 80 decibel. Wat zijn decibellen? Even uitleggen. Ja, dat is de eenheid van de geluidssterkte die gemeten kan worden hoe hard een geluid is. Ja. En wat ervaart de mens als vervelend? Ja, vanaf 80 ervaart, dat ligt er een beetje aan wat voor geluid het is. De vrachtwagens die hier net in ons vorige item rondreden, we hebben gemeten, die zaten op de 81, 82 dB. Ja. Dat is een irritant geluid. Een viool, die reikt weer met zijn geluiden iets verder, alsof het een schreeuwend kind is. De functie van een baby en het geluid dat daaruit komt, dat is functioneel gemaakt door onze schepper ja. om te laten, kijk, er komt weer een vrachtwagen langs, ook weer 80 dB. Dat kind is dus op de wereld gezet met een hele schelle stem, zodat moeder op een afstand haar kind altijd kan horen ja. als het kind de moeder nodig heeft. Ja. Zo is dat in het dierenrijk ook. Mooi uiteengezet. Ja, maar ja. Dus die dBA's, dat kun je zeggen van ja, ik zit in een vliegtuig en ik heb last van een krijsend kind. Dan is het irritant. Van de andere kant kan het ook een heel mooi iets zijn. Het geluid van de sirene die ik nu in de verte toevallig hoor. Hoor je van heel ver. Die overstijgt werkelijk meer dan 100 dB. Dat is een functionele ja. sirene die nu even stil gaat trouwens. Het zijn tussen de 110 en 120 dB. Ja. Maar als je dan zegt ik woon in de binnenstad. En dan ga ik het voorbeeld geven. Ja. Ik heb hier op het marktterrein heb ik het Festival van het Levenslied. En je mag daar een krappe 80 dB hebben, dan is dat te verwaarlozen. Dan reikt die muziek niet naar je oren of naar je hart. De ja. muziek moet op de een of andere manier wel bij je binnenkomen. Ja. En de gemeente zegt, nee, wat er ook gebeurt, dat gaan we niet doen. Stop mee, het is 80 dB en daarmee af. Daarmee komen ze in principe de binnenstadbewoners tegemoet. Behalve als het de gemeente Zetten-Gembos zelf heel goed uitkomt. Als bijvoorbeeld de opera op de parade staat. Als je dan gaat meten op de eerste beste bewoonbare gevel, dan gaat die ver, maar dan ook echt ver over de 80 decibel heen. En dan wordt er niet gecontroleerd. Omdat opera past bij alle binnenstof, bij veel binnenstadbewoners. Die hebben dan een leuke avond en dan kan het allemaal wel. Hetzelfde verhaal, 2 jaar geleden, Winterland stond er. De artiesten die in die tent stonden, dat werd continu gecontroleerd met decibelmeters. 80 dB op de eerste bewoonbare gevel. En dan heb je alsof je in een tent zit met iets harder dan achtergrondmuziek aan. Totdat de gemeente het Winterland officieel laat openen met Joris Kersboom, Karen Bloemen komt. Dan worden er een aantal SP4 sets op elkaar gebouwd. En dan knalt het, zodat het gewoon in vucht te horen is. En dan mag het weer wel. Dus op dit moment zegt de gemeente, wij gaan luisteren naar de bewoners. Behalve als het ons niet uitkomt, want dan doen wij gewoon wat wij willen. En dat vind ik verkeerd. Ze maken daarmee evenementen in bepaalde doelgroepen kapot. En in Nuland was pas geleden ook een evenement. Ja, die mochten 70 dB draaien. Ja, dus die gaan naar Oost toe, die gaan nooit meer naar Den Bosch toe. Nee, die jagen we gewoon uit onze gemeente weg. Ja. Ja. Dus wat moet er dan gedaan worden? Het ene is, jaag ze weg. De andere is, de bewoners moeten het gewoon accepteren. Ik denk dat het hele plaatje overdreven gemaakt wordt. Omdat deze binnenstad heeft een x-aantal muziekevenementenvergunningen per jaar. En één vergunning is dan de aantal dagen carnaval. Dat valt onder één vergunning. Dus ja. Het gaat niet over de dagen, het gaat om de vergunningen. Ik noem even Jazz in Duketown, is ook meerdaags. Ja. Dat is dus één vergunning. En zo zijn er, ik geloof, ik pin me er niet precies op vast, maar 12
tot 14, dacht ik, maar niet meer, in deze binnenstad, die dus muziek mogen maken. Dat betekent ook op de parade met de opera, betekent het Festival van het Levenslied, betekent de Jazz en Duke Channel, al met al bij elkaar zijn er dat 12. Dus zoveel is het niet. Zoveel is het niet. En als je in de stad gaat wonen, dat is mijn mening. Maar ja, goed, ik weet niet wat jouw mening is. Als je in de stad gaat wonen, weet je dat je op een levendige plek woont. En dan moet je niet zeuren als je af en toe de tv niet kunt verstaan. Nee, maar goed, als ze de welzijn van het bewoner centraal stellen, hè, want dat zie je eigenlijk, ja. Dan zie je dat ze het onder die vlag scharen. Dan zeggen ze, nou, de welzijn van onze bewoners, dat is ons meer waard dan degene die er komen. Dat lijkt er wel op dan. Ja, dat zal ook wel zo zijn. Ik bedoel, het is toch heel simpel. Ik noem maar even, als je een voorbeeld. Als je naast een cafetaria gaat wonen. Ja, dan ruikt het. Ja, maar of dan ruikt het misschien iets. Of daar komt toch ook meer verkeer aan je deur. Dan komt het toch ook voor dat er auto's voor jouw huis geparkeerd worden. Ja. Wat moet je dan doen? De straat, ik bedoel, ja. Het wordt te moeilijk gemaakt eigenlijk. Ik vind dat het te moeilijk gemaakt wordt. En ik snap wel dat ze een methode zoeken. Hè, Festival Levenslied op dit plein. De dB's moeten lager, want anders hebben de bewoners in de binnenstad er last van. Ik snap wel dat ze iets zoeken waar ze gewoon twee partijen blij mee maken. Maar op een gegeven moment, je kunt gewoon geen twee partijen blij blijven maken. Want op een gegeven moment is het wel een keer klaar. Ja, is dat niet van elke grote stad heeft daar een... hebben dit. In Utrecht zijn er alleen maar feesten, in Amsterdam ook. En daar hebben we allemaal mee te maken. Het is altijd de binnenstadbewoners, waar het evenement wordt gehouden, versus degene die het uitbaten. Evenementen in Den Bosch en geluidsoverlast. Een probleem of een uitdaging wat al heel lang speelt in Den Bosch. En Nol heeft er een mening over, ik heb er een mening over. En als ik heel eerlijk ben, kan ik me beter in dit geval in Nols mening vinden. Ik denk, als je in de stad woont en er zijn evenementen, ja, woon dan niet in de stad. Dat is hetzelfde als je aan het water woont, dan kan je het water niet weghalen. Het is eenmaal onderdeel van dat. Of je moet die hele cultuur eruit willen halen. Maar het belangrijkste is, wat zijn jullie meningen erover? Wat zijn jullie meningen over geluidsoverlast in de binnenstad? Met name in dit geval op evenementen. En moet dat in wetten gegoten worden? Moet dat in gedrag gegoten worden? Dus Nol, wat zullen we voor stelling daarvoor maken nu? Bent u het eens met de binnenstadbewoners dat de binnenstad geen decor zou moeten zijn voor muziekevenementen? Ja, dat is een mooie. Ja of nee? Ja. Zo simpel is het gewoon. Ik wil nog één voorbeeld geven, dan gaan we naar de volgende stelling. Het is zelfs zo ver gegaan dat tijdens de carnaval doen veel cafés nog een uitbouw timmeren. En in die uitbouw hebben ze dus mechanische muziek. Lees, speakers en met cd'tjes, geen live, maar mechanische muziek, dat op een muziekinstallatie gespeeld wordt. Die moeten 's avonds om 10 uur uit. Dus hoeveel mensen er ook binnen zitten, maakt niet uit, die moeten uit. Dus dan is er in die bijgebouwtjes geen muziek meer. Maar het orkestje dat aan de buitenkant, dus niet binnen, maar buiten, lekker staat te spelen, waar ik natuurlijk ontzettend van hou, en dat moeten ze ook zeker blijven doen, die maken veel meer dB. Dan het geluid wat vanuit die speakers naar buiten komt. Ja, dus je wil het verschil aanduiden? Ik wil het verschil aanduiden. Natuurlijk moeten die clubs gewoon lekker tot 12 uur, 1 uur of zo, tot lang ze kunnen spelen, lekker doorgaan. Want dat is carnaval. Ja. En als een café dan gewoon eventjes tussen de clubjes die binnenkomen, af en toe een mechanisch muziekje draait, weet je wel, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ja, dan kan dat niet meer, omdat dan om 10 uur... En die redenatie snap ik dan niet, weet je wel. Want ja, je mag niet meer harde muziek draaien binnen. Er komt naar de buitenkant geen 85 dB uit. Nee. Terwijl een bandje 120 dB maakt. Ja, er zijn allemaal regeltjes om de regeltjes, zeg maar. Regeltjes om de regeltjes. Ja. Weet je, die bandjes blijven spelen, joh. Lekker, dat is het carnaval. Bam! Maar laat gewoon lekker die muziek aan. Ja. En gun die mensen die binnen zitten tussen de clubjes door. Want de clubjes komen dan binnen. Er komt weer een ander clubje, die gaat eruit. Er komt een nieuwe binnen. En in de tussentijd, als er geen clubjes, draaien ze mechanische muziek. Maar wie verzint zulk beleid? Ja, die mensen die begrijpen het gewoon niet. Maar je weet het toch allemaal zo langzamerhand wel dat een ambtenaar nooit in een boom kan klimmen? Waarom niet? Omdat die boom sneller groeit dan hij kan klimmen. Dus... Die verzin je ter plekke of die wist je al? Nee, maar dat is toch gewoon zo, joh. Ja, nee, ik wil niet alle ambtenaren natuurlijk over een kam scheren. Maar degene die dit soort dingen bedenkt, ja, dan moet je toch gewoon... Ja, terug naar de stelling, Nol. Ja, terug naar de stelling.
Hebben binnenstadbewoners recht van spreken als het gaat om evenementen in onze prachtige mooie binnenstad? En dat wordt dan, ik weet het niet precies, moet ik eerlijk zeggen, maar ik dacht tussen de 12 en de 14 evenementen. Dat kunnen ook meerdaagse evenementen zijn, kermis, carnaval, noem ze maar op. Moeten binnenstadbewoners, moeten we rekening houden met die binnenstadsbewoners? Ja, nee. Maar vertel ook daaronder waarom wel en waarom niet. Want daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Ik heb een hele mooie stelling. Nou. Dat zijn namelijk de stelling, het grote woord dat erboven hangt is belofte. En ik heb geleerd, belofte bij vreugde of verdriet, doe het niet. Wil je uitleg? Ja. Willen jullie uitleg? Ja. Nou, bijvoorbeeld, een trieste gebeurtenis in je leven, opa en oma, opa komt te overlijden. Ja. En op het moment in al dat verdriet zeg je tegen je oma, oma, ik vind het zo erg en ik mis hem zo. Maar weet je wat ik doe? Ik kom elke avond naar je toe. Dat doe je niet. Maar dat is een belofte bij verdriet. Ja. En uiteindelijk kun je die belofte niet nakomen. Ja, belofte maakt schuld. Precies. Een belofte maakt altijd schuld. Een belofte bij vreugde. Ja. Mark, als ik de staatsloterij win, krijg jij van mij de helft. Ja, gebeurt nooit. Ik mag blij zijn als ik een kopje koffie krijg met een bal gehakt. Maar als ik hem win, ja. Wat moet ik dan doen? Ja, gebeurt niet. Hey, maar Mark, ik heb de hand erop gegeven. Ja. Als ik de staatsloterij win, ja, krijg jij de helft. Ja, ja. Heb jij belofte gemaakt? Belofte bij vreugde of verdriet? Doe het niet. Ik wil van u thuis, van jullie thuis weten, en ik wil ook van jou weten. Heb je wel eens een belofte verbroken? Ja. Om een reden dat het gewoon niet anders kon? Ja, heel duidelijk. Ik ben getrouwd geweest. En getrouwd zijn is een belofte naar elkaar uitspreken. Ja, absoluut. En een kleine 30 jaar. En uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan om allerlei redenen. Maar wat me altijd in mijn hoofd is gebleven, het is een belofte die je aan elkaar maakt en die je dan niet nakomt. Want het zou door dood ontscheid. Dat was de aanvang van alles. Altijd in mijn hoofd geweest. Dus dat was een belofte die ik niet nagekomen ben. Oké, dat was een belofte in vreugde. Ja, dat was een belofte. Heb je ook wel eens een belofte bij verdriet gedaan? Ja. Ik vind het heel moeilijk om thuis ook de mensen, die gaan nu zitten denken natuurlijk, heb ik dat wel eens gedaan. En daarom doe ik dit ook. Hè? Ja, ja, toen ik klein was, woonde ik in Den Haag. Dan hadden wij nog een haard. En boven die haard was een kolenkacheltje, dus we hadden echt een pijp. En ik was zo ontzettend blij dat Sinterklaas en Zwarte Piet cadeautjes hadden gegeven die ochtend. Dat ik belofte had gemaakt naar Sinterklaas dat ik bloemen voor hem zou kopen. Omdat ik zo blij was met de cadeautjes. En ik kan me nu nog steeds herinneren dat ik geen bloemen heb gekocht. Zo erg geloofde ik in Sinterklaas en Zwarte Piet. Oh ja, joh. Ik was helemaal blij dat ik die cadeautjes had gehad. Mijn vader en moeder hebben zich natuurlijk helemaal blauw gelachen achter de deur dat ik dat maakte. Maar ik sprak het helemaal vanuit mijn hart. Leuk zeg. Ja. En jij, Noel? Vreugde. Ik ben altijd als ik iets afspreek. Een man, een woord, een woord. En wat je belooft, moet je nakomen. Dat is dan ook meteen wel een valkuil. Want soms kom je in een positie dat je iets hebt afgesproken. Wat je eigenlijk gewoon niet kan waarmaken. Maar dat doe ik het toch. Dus dan wring je jezelf in allerlei bochten om het toch uit te laten komen. Ik heb het wel eens gehad, en ik wil niet op inzoomen op namen en personen, dat ik een dergelijke belofte aan een persoon had gedaan. Die kwam ik zo goed als ik kon na. Er was geen klacht over van die partij, dat ik dat niet deed. Maar toen deze partij een belofte brak, was voor mij ook op dat moment een reden om te zeggen van oké, ik heb gewoon getracht gewoon in ieder geval mijn deel van mijn belofte na te komen. Jij doet het nu niet. En nu ben ik ook vrij om te zeggen van oké, nu stop ik daarmee. Dus als de belofte verbroken wordt door de andere partij, ja, dan zie je dat als ik mag ook ervan vrij zijn. Ik hoef het niet na te gaan komen. Ja, dat is voor mij persoonlijk. Maar ik weet niet hoe de mensen thuis daarover zitten. Dat vind ik wel. Als de één in een gezamenlijke belofte een belofte verbreekt, dan vind ik wel dat je ook jezelf niet meer moet houden aan die belofte. Want dan is die belofte namelijk niet meer heel. Ja. Dan is die eenzijdig en dan. Ja, en ik gaf net het voorbeeld van
van oma en opa ging dood. En dat is dus echt een voorbeeld van mezelf. Ja. En ik beloofde van, nou, ik kom, ik weet niet meer, elke avond of zo, dat weet ik niet meer. Maar ik kom een paar dagen of weet ik veel, of we gaan potkaarten samen. En als we dan heel veel in de pot hebben zitten, dan gaan we samen een leuk weekendje daar naartoe, weet je wel. Nou ja, dat komt er dan niet van. Dan na het verdriet, na al die tijd, komt het eigen leven weer op gang. Ja. En dan hebben wij het allemaal weer te druk, te druk, te druk, te druk. Ja. En in die belofte die ik heb gemaakt, is het wel zo dat ik zo vaak mogelijk ben geweest. Ja. Zo vaak ik kon, zo vaak ik een gaatje zag, ben ik het gaan doen. Maar niet de elke avond zoals ik dat beloofd had. Nee. Dus maar zit dan in die belofte, zit daar liefde in? Tuurlijk zit daar liefde in. De beloftes bij vreugde en verdriet doe je eigenlijk alleen maar uit liefde en vriendschap. Ja. Anders doe je ze niet. Als kind beloof je om 's avonds om 11 uur thuis te zijn. Dat doe je om je ouders tevreden te stellen. Je doet beloftes uit iemand tevreden stellen, iemand gerust te stellen. Maar ook uit liefde. Ja, zeker. Ja. En belofte en contract, heeft dat een samenhang? Een belofte zou eigenlijk hetzelfde moeten zijn, in mijn mening, als een contract. Een contract, dat stel je op en dat komt alleen tevoorschijn als het heel goed of heel slecht gaat. Ja. Met hetgeen wat je hebt afgesproken. En een belofte, daar kun je elkaar op aanspreken. Ja. Zonder dat daar een rechter of een advocaat of wat dan ook tussenkomt. Ja, omdat iemand het uitgesproken heeft en dat je zegt, maar ik hou je aan je belofte. Ja, en dat heeft alleen nog maar te maken met een gigantische vertrouwensband die je met iemand opbouwt. Hè, zo heb ik een vriend van mij, die is horecamakelaar. En die belt dan, ik heb heel veel horecazaken gehad. En de meeste mensen denken van hij koopt en hij doet het maar even. En och, hij houdt het weer niet vol. Nee, maar ik kocht altijd om te verkopen. Ja. En er zijn ook hele grote zaken geweest waarvan hij zei van nou, dat staat te koop, je moet hier naartoe komen. En dan kwam ik aan en dan moest ik zo'n dik pak lezen bij hem als makelaar. Dan zeg ik, klopt het? Ja, het klopt. Is het goed? Ja, het is goed. Is het niet te duur? Nee, het is een marktconforme prijs. Moet ik het doen? Ja, je moet het doen. Nou, ik tekende zonder dat ik iets gelezen had. En het is nog nooit fout gegaan. Ja. En de dingen die ik dan daar tegenover deed, zonder overleg met hem, die zijn dan weer wel, niet gigantisch fout gegaan, maar dat heeft me wel geld gekost. Ja. Dus het is ook het vertrouwen dat je in iemand moet hebben om een belofte te ontvangen. Ja. Van, als jij mij dat belooft, dan geloof ik jou. Ja. En nou, belofte en liefde. Als je kinderen samen krijgt, dan is de belofte naar het kind wat geboren wordt, dat je het zal opvoeden en dat je ervoor zal zorgen. Is dat ook een belofte in jouw idee? Een belofte van, de kind komt op de aarde, ik zal ervoor zorgen. Ik zal ervoor zorg dragen dat jij goed terechtkomt in deze wereld. Ik denk dat een verantwoording is. Verantwoording? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk beloof je ook in dat huwelijk elkaar in voor- en tegenspoed. Daar horen die kinderen uiteindelijk ook bij. Maar ik denk dat, het waait trouwens hard, hè? Ja. Het is lente. Ik denk dat een verantwoording is. Ja. Ja, dat denk ik echt. De stelling nog. Ja, dat is een stelling die eigenlijk toch wel misschien een lichte glimlach bij de mensen thuis op het gezicht zou moeten krijgen. Is meer een vraag. Heb jij wel eens een belofte bij vreugde of verdriet verbroken? Ik wil hem toch in de stellingvorm zetten, want ik wil kijken wat het percentage is. Dus heb je wel eens een stelling of een belofte gebroken? Ja. Of nee, dat zijn gewoon de twee. Maar vooral daaronder schrijven in een mooi kort stukje wat voor belofte je heel graag was nagekomen en het niet gelukt is. En dan vooral de beloftes bij vreugde en verdriet, die wil ik weten. De stellingen die staan vanaf nu in beeld op Facebook, dus daar kun je de stellingen invoeren. Mag jij de afkondiging doen? Nou, dit was de klapstoel en we hebben dus drie stellingen gehad. Het eerste was over de Bossenmarkt, het lawaai wat er eigenlijk over is. Nee, dat was de eerste was de vrachtwagens. De vrachtwagens, die de binnenstad. Ja, die de vrachtwagens bevoorraden ontladen. En dat lawaai van 80 decibel wat continu een vrachtwagen veroorzaakt. En ook de chaos die eigenlijk altijd in de stad gecreëerd wordt. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? Het tweede was evenementen. Evenementen in de binnenstad van Den Bosch of op plaatsen waar veel mensen wonen. Wat inwoners van Den Bosch. Van ja, hoe moet je dat nou inrichten? Het ene zegt van het is te veel lawaai. En de andere zegt van nou, we moeten evenementen hebben, want dat is een onderdeel van de cultuur.
En het laatste, het mooiste denk ik, in mijn wereld is belofte. Wat houdt belofte nou eigenlijk in? En hoe ga je daarmee om? En als je iets verbreekt of iets aangaat, wat heeft dat dan ook voor consequenties? Ja. Dit was de klapstoel. Tot de volgende week. Hoi.